Hoi Kreeft, welkom bij jullie bonus reading. Dit is een kardinaal reading voor de kardinaal tekens. Dus een tijdloze algemene reading. Wil je graag een persoonlijke reading, dan kan je deze boeken via ladyoracle@gmail.com. Wat gaat er voor jullie doorkomen? Kardinaal Kreeft. Oké, nou, je zit in ieder geval uit te kijken naar een bepaalde ontmoeting met de tuin en expectation. Dus je verwacht een ontmoeting met iemand om jou ook wat meer rust te geven, vrede te geven. Marriage komt daarbij, dus het kan zijn dat het gaat dus, hè, om een verbinding, dat je dus op een persoon zit te wachten. Een ontmoeting, zodat je ja, innerlijke rust krijgt, innerlijke vrede. De vier van zwaarden onder de tuinen. Of de tuin. De tuin is een sociale plek. En ja, dit is een kaart van heling. Dit is een kaart van rust. Afgesloten. Dus ik heb het gevoel dat je iemand niet gaat ontmoeten omdat iemand gewoon nog slaapt. Iemand is in rust. Dan heb ik de toren bij de verwachting. Ja, de toren is een openbaring. De toren is een, ja, een plotselinge verandering, een gebeurtenis. Ja, jij verwacht eigenlijk dat iemand openbaart, ontwaakt uit de slaap. Dan heb ik de kluisenaar. Ja, dat is ook weer naar binnen keren. Ook weer die afstand, rust, zelfreflectie. Ik heb het gevoel dat deze, want het is duidelijk dat jullie in separatie zijn, jij en een ander. En dat er eigenlijk wordt gezegd, neem deze tijd ook voor jezelf. Hoeft niet zozeer met zelfreflectie te maken te hebben, maar het kan ook zijn, hè, neem de tijd voor jezelf. Zorg dat je deze tijd goed voor jezelf benut. Het heeft wel met de binnenwereld te maken, met die rust. Zorg voor je eigen innerlijke rust. Ja, een marriage, dan weer zo'n verwachtingskaart. De drie van staven. Dus hè, verwachten tot de verwachting hebben dat de verbinding weer tot elkaar komt. Mag ik iets zien op die vier van zwaarden? Het wiel van fortuin. Het kan wel zijn dat iemand bezig is, zeg maar, met het afsluiten van een bepaalde fase, een cyclus. Of heeft dit misschien afgesloten, vandaar misschien ook de rust. Ik heb wat tijd nodig. Ja, de tuin staat ook wel weer voor rust, hè? Als ik het zo bekijk. Wat nog meer? Twee van munten. Dus het kan zijn dat er iets van onzekerheid zit daar. Of iemand is over iets aan het nadenken.
Koning van Staven, weten wat hij wil. Ja, er is iets van een onzekerheid. Nog niet helemaal helder hebben, wat wil ik? Dus het wiel draait nog niet, totdat deze persoon de zekerheid heeft. Ik heb het gevoel dat deze persoon de tijd neemt. Want er is nog te veel twijfel. En wat is die verwachting met de toren voor jou? De koningin van Staven. Nou, jullie zijn wel een koppeltje. Hè? Dus vandaar misschien ook marriage. Jullie hebben wel een sterke verbinding met elkaar. De koningin van Staven heeft wel te maken ook met ontwikkeling. Dus het kan wel zijn dat het te maken heeft met zelfreflectie. Dat je toch iets mag ontdekken binnen in jezelf. En wat je mag ontdekken is ja, voornamelijk de innerlijke rust, de innerlijke vrede. Misschien ook de innerlijke weten inzetten van dat het goed komt. Want hier zit onzekerheid, maar bij jou zit ook onzekerheid. Want jij zit eigenlijk op iets te wachten wat jouw innerlijke vrede gaat geven. Je verwacht een antwoord, een uitleg. En dat maakt jou onrustig. En die onrust kan dus voor torenmomenten zorgen. Dus ja, dat wil je niet aantrekken. Dus laat deze persoon rusten. Voor jou is het jezelf ontwikkelen. En richting succes gaan. Jij mag de verbinding voor nu verlaten, achterlaten. Het kan ook zijn dat je een toren inzet voor de ander, zodat het hier gaat bewegen. Verwachting van het torenmoment. Als jij richting succes gaat en jezelf verder ontwikkelt en deze verbinding achterlaat, want ja, iemand heeft hier duidelijk tijd nodig en daar kan je niet op wachten, jij moet verder. En als jij dus in die verwachting gaat zitten, dan zet je jezelf in een wachtkamer en dan beweegt er niks. Niks aan jouw kant, maar ook niet aan de kant van de ander. Ja, je mag het nieuwe avontuur aangaan. Ik heb ook wel het gevoel van op zoek naar iets. Het kan zijn iets nieuws, maar ook weer niet. Ik weet niet. Op zoek naar. Ja, nog een kaart. Verbinding. Ja, je wilt heel graag in verbinding zijn. Je wilt heel graag in verbinding zijn. Het hoeft niet zozeer romantisch te zijn, maar je wilt wel heel graag in verbinding zijn met anderen. Misschien ben je al heel lang alleen bijvoorbeeld. Ja, deze persoon neemt sowieso zijn tijd, zie ik. Dus ja, misschien ben je al heel lang alleen en ja, heb je de behoefte aan verbindingen, want dat geeft jou ook die rust. Ja, je bent kreeft, hè? Bedenk ik me nu. Je bent kreeft, dus je houdt van verbindingen, familie, mensen om je heen. Stabiliteit in verbindingen. Ja, dat is puur kreeft. En als je dat dus niet hebt op dit moment en niet ervaart op dit moment, dan krijg je die onrust. Maar je zit eigenlijk naar deze persoon te kijken die je dus nog niet kan bieden. Deze verbinding nog niet kan bieden met jou. En als je dus zou omdraaien, dan ontstaat hier verbindingen. Wat is het schip hier wat aankomt? Wat zit er op het schip? Hup. De maan. Er is nog iets wat verborgen is wat aan wil komen bij jou. Er gaat zich een nieuw pad ontvouwen. Maar ja, als je dus te druk bent met deze kant, dan mis je deze kant eigenlijk. Acht van zwaarden. Is het vastzitten. Ja, het staat nu een soort vast. Dat schip staat vast. Het is daar ergens verankerd. Maar wat zit er op het schip? Wat zit daar op het schip voor de kreeft?
Justice en de acht van munten. Gerechtigheid. Ja, je had al hier de succeskaart, hè? De zegenwagen, de zegeningen op het schip, de zegeningen. Kan zijn iets wat te maken heeft met werk bijvoorbeeld, met de acht van muntenkaart. Dat zit misschien vast daar nog, op dat schip. Want je bent er eigenlijk niet om het te ontvangen. Je bent eigenlijk daarmee bezig, met die andere persoon hier. Die dus duidelijk nog in ontwikkeling is, met onzekerheid, rust. Duidelijk krijgen van wat wil ik, welke richting wil ik uit, wat wil ik met mijn leven. Ja, en dat is zijn pakje aan hier. En jouw pakje aan is richting succes gaan, richting dat schip bewegen, want... Ja, het kan ook zijn dat er op het schip nog meer verbindingen vaststaan die op je pad willen verschijnen. Kan je me daar iets over vertellen? Over die marriage kaart, want dat ligt dus aan de andere kant. Ja, daar staan mensen in actie voor jou. Die met jou willen verbinden. Alleen jij bent niet thuis. Mensen die gepassioneerd van je zijn, gecharmeerd van je zijn... Even de andere kaarten. Bij Ram ging het ook over ontvangen. Bedenk ik me nu. Ja, verstoord beeld. Verstoord beeld van waarde. Die kon niet ontvangen. En jij bent er niet om te ontvangen. Je kan wel ontvangen, maar je bent er niet. Je bent niet aanwezig. Je bent afwezig. Dus jouw mind is daar naartoe gericht, maar jouw mind moet daarheen. Dus jij moet eigenlijk alleen maar een focus draaien van de ene kant naar de andere kant. Waar is deze persoon allemaal mee bezig hier? Ja, om uit gebrek te komen. Ook weer die waarde. Oh. Ja, zeven van zwaarden, leugens en bedrog, om daar uit te komen. Ja, uit gebrekkige verbindingen, leugenachtige verbindingen, daar is deze persoon mee bezig. Mensen die dus niet eerlijk zijn, hem in gebrek houden, of hij houdt zichzelf in gebrek natuurlijk, maar mensen die hem niet waardevol behandelen... Daar is hij allemaal mee bezig. Hij is eigenlijk een soort... Ja, dat wiel eigenlijk, die karmische wiel hier. Hij is eigenlijk nu bezig om alles en iedereen uit zijn cirkel te krijgen... wat niet waardevol is. En te kijken van, maar wie en wat is dan wel waardevol in mijn cirkel? En daar is hij mee bezig. Dus hij heeft daar de tijd voor nodig. En jij moet niet gaan zitten wachten. Jij moet naar de andere kant toe, want er staat succes voor jou te wachten... Er staan verbindingen voor jou te wachten. Wat is die marriage card? Oh. Ja, het nieuwe avontuur. Weer. Toch andere verbindingen heb ik het gevoel. Iemand die met jou wil verbinden in liefde. Ik voel toch hier een soort van partnerschap tevoorschijn komen. Deze persoon kan dat nog niet brengen, want die staat ergens in een andere tijdlijn op dit moment. Maar er is hier iemand die het met jou wil verbinden. En die staat nog verborgen, die wordt vastgehouden. Door, waarschijnlijk, hè, jouw gidsenteam. Zodra jij de focus gaat verleggen naar jouw toekomst... heb ik het gevoel dat deze persoon tevoorschijn komt. Ja. 10 van zwaarden. Afsluiting. Afsluiting van deze fase hier. Want deze persoon is er nog niet aan toe. Om in verbinding te zijn met jou. Want hij moet zich nog ja, met zichzelf verbinden. En de waarde zien van verbindingen. Hè, dus de waarde met de verbinding van zichzelf leren ontdekken. Dus die is daar druk mee bezig. En jij mag druk bezig zijn met deze kant. Want hier liggen dus hele mooie kaarten en hele mooie dingen te wachten voor jou. Je krijgt gerechtigheid op werkvlak.
Maar ook in verbindingen. De duivel. Ja, het is dus ook wel een soort reflectie wat ik hier terug zie komen. Want kijk, als jij dus de focus hierop houdt, dan kies je dus ook niet voor waarde voor jezelf. Dan kan het zijn dat er dus ook weer van die toxische verbindingen misschien op je pad verschijnen. Pas als jij de waarde van deze verbindingen gaat zien... Ja, nou begrijp ik het. Dit is echt een spiegelwerk hier. Als jij de waarde gaat zien van deze verbindingen die op jouw pad komen... Dan gaat er hier ook iets draaien. Want hij ziet de waarde niet van jou of van andere verbindingen, maar jij ziet het ook niet. Jij ziet ook de waarde van de verbindingen niet op jouw pad of die er aankomen. Misschien moet je dat ook dus gaan leren nu. Want jij zit eigenlijk in deze energie als je daarheen kijkt. Maar als je gaat omdraaien, dan kom je dus in een andere soort verbindingen terecht. En dan mag jij de waarde daarvan leren zien. Dus eigenlijk, jullie lopen eigenlijk een soort van synchroon met elkaar. Dus deze kant krijgt verbindingen op zijn pad. Jij krijgt verbindingen op jouw pad. En jullie moeten allebei de waarde zien van die verbindingen. Misschien heb je nu wel geleerd de verbinding te maken met jezelf in waarde. Maar nu mag het buiten. Nou, de zonnevlecht zegt ja. Oké. Wil ik hier nog iets verder op zien? Er wordt gewerkt aan gerechtigheid. Kan ik daar nog iets op zien? Er wordt gewerkt aan gerechtigheid. 7 van staven. Dus ergens voor vechten. Je vecht ergens voor... Ja, je vecht eigenlijk voor deze waardevolle verbinding, want jullie lopen synchroon. Jullie zijn een powerkoppel. Dus jij vecht aan jouw kant, die kant vecht ook. Op energetisch vlak gezien, hè, want jullie zijn wel bezig, zeg maar. Maar nu moet het eigenlijk een soort van naar buiten, in de fysieke vorm treden. Van oké, dus jij krijgt een verbinding op jouw pad. En dan mag je leren daar de waarde van in te zien. En jij krijgt de verbinding op je pad. En daar mag jij de waarde van in leren zien. En als dat gebeurd is, wat gebeurt er dan? Ja, ik zie dan hier de schildknaap van bekers. De aanbieding van liefde richting elkaar. De ontwaking in de verbinding tussen jullie beiden. De emperor, de keizer... Het verleden. Ontwaking naar het verleden. Wat is die keizer dan? Oh. Acht van bekers achterlaten. Ondernemen, achterlaten van het verleden, dominante energie, koppige energie. Ja, de keizer is eigenlijk een energie, vind ik, een zakelijke energie, een beetje afstandelijke energie. En vandaar dat jullie ook hebben moeten leren wat waarde is in verbindingen. Dus eerst de waarde in jezelf leren krijgen. Ik heb het gevoel dat jullie dat allebei al gekneisd hebben. Maar nu gaat het om de fysieke wereld om jullie heen. Wie is waardevol? Jullie krijgen dus nieuwe verbindingen op jullie paden. Jullie doen dit allebei, synchroon. En jullie moeten nu... Het is eigenlijk een soort test, lijkt wel. Van ga je nu ontdekken wie wel en niet waardevol is? Of ga je nu weer al die toxische mensen in je leven betrekken? Of kan je nu het verschil zien? Daarmee heb ik, dat gevoel krijg ik hier, dat jullie daarop getest worden. Dus de focus weghalen bij elkaar. Dus jullie lopen eigenlijk allebei synchroon, maar wel zeg maar, hè, allebei jullie eigen pad.
fysiek nu. En jullie krijgen allebei aan weerszijden mensen op jullie pad. Mensen die toxisch zijn. Mensen die geen waarde tonen. Maar ook mensen die wel dit doen. Wel waarde tonen en jullie lief hebben. En ga je nu het verschil kunnen zien daarin? Dat is wat jullie aan het doen zijn. Ja, heel bijzonder. Oké, nou, dit is jullie reading, lieve kreeft. Dankjewel voor het kijken en je aanwezigheid. Vergeet niet om lid te worden of te abonneren hieronder. En wie weet zie ik je snel weer terug. Doei!